Wij zijn hier in het Baanhuis in Heemst en dat is voor de negende maal de Golden Classic. Die doorgaat en georganiseerd wordt door Harmonieorkest de Volksschelm. Elk jaar een solist naar voren te schuiven. Niet zozeer bekende Vlamingen, maar wel mensen die hoge kwaliteit muziek brengen. Dit jaar is het Geert Chartroux. Dit is een kunstfluiter, wereldkampioen. Meerdere malen zelfs, denk ik. En dat past goed natuurlijk bij Harmonieorkest de Volksschelm, want zij zijn ook in 2009 wereldkampioen geworden in Kerkrade op het WMC. Dus wat wij proberen zijn herkenbare melodieën te brengen met ons harmonieorkest. Dat lukt vrij goed, als ik het zelf mag zeggen. En aan de mensen te zien in het publiek is dat ook enorm gewaardeerd. Elk jaar hebben we dus meer en meer mensen op de stoelen in de zaal zitten. Dus dat is fantastisch eigenlijk. Toekomstgericht, dus kijken we naar 2011 uiteraard. 2011 bestaat Golden Classic 10 jaar. En dan willen we ergens iets speciaals gaan doen. Wat we in ons idee hebben is van de best of van de afgelopen jaren, van de 10 keren wat georganiseerd is geweest. Dus de beste solisten, beste groepen, beste ensembles, terug op het podium zetten, allemaal tezamen. En dat natuurlijk voor het 10 jaar jubileum.